na zo'n heerlijke wandeling ben ik wel toe aan een pauzemoment. En zelfs hier, midden in Gassel, zie ik een heerlijk terrasje. Maar hoe dat zit? Volgens mij moet ik eerst even daar naar binnen. Ik ga eens kijken. Wat een heerlijke plek is het hier om een pauzemomentje te houden, want er is buiten een heerlijk terras, er is binnen een bakkerij en hier een charmante dame die de hele boel verzorgt. Stel je even voor alsjeblieft. Hallo, ik ben Pascal Bonkaerts van Bakkerij Bonkaerts en wij hebben bedacht dat het gezellig zou zijn om een momentje pauze te doen inderdaad met een kopje koffie en een appelflapje. En dat doen we iedere woensdagmorgen van 10 tot 11. Voor iedereen die daar zin en behoefte aan heeft. Ja, midden in Gassel aan het plein. Heerlijk weer vandaag. Dat is prettig voor een pauzemoment. Want het is niet iedere dag, ja? Hè? Nee, het pauzemomentje bedoel je. Nee, dat is iedere woensdag van 10 tot 11. Hebben we een vast groepje met wie we lekker koffie drinken. En als iemand nog aan wil sluiten, soms zijn het fietsers of andere passanten, dan kan dat altijd. En dan geven we net even een ander gesprekje. Dus. Hoeveel mensen komen er vaak hier? Gemiddeld zijn we met 12 mensen op de koffie. Dus. En dat is een beetje een vast groepje? Ja, over het algemeen wel. Pascal, woensdagmorgen dus, tussen 10 en 11, die heerlijke appelflap. Maar de rest van de week, ben je dan ook open? Jazeker, wij zijn hier van dinsdag tot en met zaterdag open, van 8:30 tot 12:30. Dus dan kunnen mensen terecht voor een verse boterham. En die appelflap, als ze die willen, dan nemen ze mee naar huis? Dan nemen ze mee naar huis, dan pakken we hem lekker in en dan is het thuis ook genieten. Op het plein hier in Gassel, nou, er is allerlei activiteit nu. Ik zie dat kinderen aan het spelen zijn. Mensen komen hier aan met fietsen. Dat zijn ook echte potentiële klanten? Ja, als mensen daar behoefte aan hebben, kunnen ze gezellig aansluiten. En de meesten hebben ook wel een leuk verhaal. Die komen ergens anders vandaan en zien de omgeving, vertellen hoe ze het hier beleven. De kinderen hebben vandaag toevallig een buitenactiviteit met school. Dus het geeft lekker levendigheid aan het plein. Ja, zeker. Maar nu zit ik er wel een beetje mee van, het is nu prachtig weer, dus mensen kunnen heerlijk buiten zitten. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd. Hoe los je dat op? Nou, voor de coronatijd hadden we hier het koffiehoekje, daar zaten we met elkaar. Daarna moesten we natuurlijk even wat anders bedenken. En hierachter is nog een grote ruimte, daar kunnen we een hele grote kring maken, zodat we ruim uit elkaar zitten. Dus we kunnen eigenlijk gewoon altijd ons kopje koffie door laten gaan. Het gaat gewoon door, weer een wind, hoplakee. Ja, koffie met dun appelflap. Dun appelflap en vanaf dat het weer mocht, zijn we ook meteen weer begonnen. En kwam iedereen ook weer spontaan op de koffie. Ja, ze hadden er allemaal weer zin in en ik ook, want ik heb het echt gemist in de tijd dat het niet mocht. Ja. Ja. Nou, super. Dan zou ik zeggen, Piet, wat denk je ervan? Gaan we ook naar koffie met dun appelflap? Ja? Graag. Nou, alsjeblieft. Heerlijk, dankjewel. Goed zo.